Jerry, goedemorgen jongen. Goedemorgen Edwin. We staan in het pand Sertogenbosch. Dat klopt. Voor de mensen die niet weten waar het is, tegenover de Mug. Precies, het grote klassieke pand. Kijk, dat zeker. Zeker. En, maar met DJ sets erin. En als jij bestaat, nou, dan weten we genoeg. Wat ga je doen vandaag? Vandaag wordt er een expositie gehouden. Dat heet High Five. Het idee is ontstaan omdat ik zelf fotografeer. Heel veel mensen uit Middelburg weten dat ik daarmee actief ben op Instagram. En presenteer tegenwoordig. En presenteer tegenwoordig bij Omroep Zeeland een rubriekje in het nieuwe sportprogramma. Afijn. Ja. Expositie High Five. Ik heb 4 kunstenaars uitgenodigd waarvan ik denk dat die het podium verdienen die ze horen te verdienen. Omdat ze super creatieve mooie dingen maken. Misschien dat je een klein beetje een cameraatje kan draaien. Oh, dat ziet er gaaf uit. Ja. Dat ziet er gaaf uit. Dat is van deze mevrouw, Miriam Manusama. Heb ik toch het gevoel dat ik, dat zie ik goed hè? Ja. Ik heb er stiekem al wat over gelezen, dus ik weet wat ik zie, dat ben jij. Ja. Tenminste degene die het gemaakt heeft, laten we het zeggen. Ja. Gisteren een heel groot stuk in de PZC. Ja. Zo zijn er nog 3 andere exposanten dan, die komen straks hun werk ophangen. En dan vanavond vanaf 5 tot 10 kun je het werk bewonderen. Zal Etienne Manahua en Laurens van Dijk en Dirk Thijs, DJ Dier, hier een plaatje draaien. En de andere jongens zijn van Poku. Van Poku. Van Poku. Ja, precies, ja. De gasten van Poku. Waarom? Omdat ik vind dat zij super chille muziek maken of draaien. En dat ook bij deze sfeer past. Want ik wil heel graag jongeren bij elkaar hier naartoe trekken. Omdat je vaak denkt bij exposities. Een beetje saai, een beetje boring. Onze generatie. Wat dat is nu inderdaad mogelijk. De nadruk ligt op de kunst, het kunstaspect. Maar het is eigenlijk gewoon een feestje vanavond hier. Stiekem wordt het wel een feestje. Ja. En tot te laat Marie open zijn vanavond? Tot 10. Ja. En dan ga je nog ergens verder of zo? Of, dat zien we dan wel. Ja, precies. Maar iedereen is van harte welkom. Is het gratis? Zeker. Het is gratis entree. Drankjes moet je wel zelf betalen. En er zijn ook hapjes gemaakt door Nina Elements. Nina Kursic, ja. Het wordt gewoon een mooie avond eigenlijk. Vanaf 5 uur. Plasmarkt 51. Ja, zeker man. Be there. Ja, zeker. Oké, man. Hey, dankjewel voor de toelichting. We zien elkaar. Graag gedaan.